Goedemorgen. Dit is voor mijn doen een ongebruikelijk herderlijke opdracht. Dit overdenken of sterker nog voorgaan in overdenking. Meestal schrijf ik op zondag een column voor de NRC. En dat is ook heel herderlijk. Maar dit samenkomen in zo'n kerk heeft een bijbelse allure. En helemaal omdat ik een heel eind vanuit de Betuwe naar u ben toegekomen om met u te praten. En volgens mij zou dat in de Bijbel zoiets worden als: hij verliet het rivierenlandschap en hij kwam dan aan in een stad genaamd Amsterdam. Dus wij zitten hier in een bijbelse constellatie. Hier ben ik en ik wil het precies met u hebben over zo'n tochtje van A naar B om met anderen te gaan praten. Wat is dat? Wat doen wij hier vanochtend? Wat gebeurt hier? Wat gebeurt er als je een gesprek hebt? In Johannes 4 is het Jezus die van A naar B reist en bij een put gaat zitten. En zo'n put is in de oudheid in Bijbelse tijden volgens mij wat later de dorpspomp wordt. En in onze moderne tijden de koffieautomaat op kantoor. Een drinkplaats waar mensen met elkaar praten. Of over elkaar praten. Of met elkaar over de anderen praten. Het is, en dat wordt dan later in Johannes 4 nog een punt van aandacht, stilstaand water. Zo'n waterput is een kopje koffie, een roddel, niet een ontembare oceaan. En mijn herderlijke overpeinzing, want daarvoor kom ik dus uit Buren gereden, is of zo'n bijeenkomst als dit ook zo'n gesprek bij de dorpspomp of het koffieautomaat is. Hoe stilstaand is het water op deze plek? Bruist er nog iets? Leeft er nog iets? En eigenlijk ben ik naar u toegekomen om naar u te kijken om te kunnen vaststellen of hier nog iets bruist. Ik ben nog niet tot de conclusie gekomen. En het werd mij gevraagd om te komen meedenken. Het werd al gezegd. Dat heeft te maken met de Nashville-verklaring die zo'n half jaar geleden door Nederland rondging. En die werd door orthodoxe predikanten aan elkaar doorgegeven en ondertekend. En die Nashville-verklaring ging over de scheppingsorde. Over de natuurlijke plaats van de man en de vrouw daarin. En die verklaring die uit de Verenigde Staten kwam en hier werd vertaald, die sprak zich streng uit tegen het gemorrel aan zo'n scheppingsorde. Dus tegen homoseksualiteit, tegen geslachtsverandering. Mannen zijn mannen, vrouwen zijn vrouwen. En het huwelijk is er tussen man en vrouw alleen. En over die Nashville-verklaring liepen de alle liberale en verlichte Nederlanders te hoop. En er kwam zoveel kritiek los op de orthodoxie dat het mij eigenlijk te gortig werd. Want het is heel verleidelijk om bij het Amsterdamse koffieapparaat langdurig te hebben over de splinter in het oog van de provincialen. Maar hoe zit het met de balk in je eigen verlichte oog? Dit is een beetje een rare metafoor, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus mij werd gevraagd om die exercitie nog eens hier samen met u te herhalen. En vandaar Johannes 4, want Johannes 4 is het begin van de emancipatie in de christelijke wereld. En misschien dacht ik, valt er 2000 jaar later nog steeds wel iets te leren van die emancipatie. Vandaag bijvoorbeeld. Goed, daar komt ie. Jezus zit daar bij die put en er komt er een vrouw om water te putten. Het is het zesde uur op het heetst van de dag. Er is verder niemand te zien, er is Jezus en die vrouw. En Jezus zeide tot haar: geef mij te drinken. Ik gebruik de vertaling van 1951, die vind ik mooier.
Dat is meteen alles wat er gebeurt in Johannes 4. Meer handeling zit er niet in. Jezus zegt, geef mij te drinken. Dat is de handeling. De rest is theologie. Wat betekent het, geef mij te drinken? Wat gebeurt daar? Jezus overtreedt een regel. En dat zegt die vrouw ook ogenblikkelijk. Hoe kunt gij als Jood van mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken vragen? Ik heb er in voorbereiding op vandaag natuurlijk dominees op nageslagen. En schriftgeleerden en theologen. En die zeggen allemaal, zij is verbaasd om zomaar door een man te worden aangesproken. Ze is een vrouw en die worden niet geacht om met wildvreemde mannen te praten bij waterputten. Ik ben geen dominee, ik ben een columnist en ik ben dus wat kritischer. En ik zeg, zij is een vrouw. Mannen worden geacht niet zomaar vrouwen aan te spreken bij waterputten. Deze man brengt haar in verlegenheid. Hij compromitteert haar. Hij overtreedt de norm, niet zij. Zij is op haar hoede. En dat is niet voor niets. Er is van alles mis met dit wezen. Zij is ten eerste een vrouw. En dat is al erg genoeg in de scheppingsorde. Dan is ze ook nog een Samaritaans. En in de loop van het gesprek blijkt dat zij 5 mannen heeft gehad. Wat dat dan ook mogen betekenen. Ze heeft er nu 1. Met wie ze niet is getrouwd. Geen wonder, zeggen de schriftgeleerden dus, dat ze op het heetst van de dag naar die waterput gaat. Dan is er niemand anders en waarschijnlijk staat zij niet hoog aangeschreven in de gemeente. Nou goed, Jezus weet dit allemaal, dat blijkt ook in de loop van het gesprek. Hij weet alles van haar, maar hij is er ontspannen over. Over al die mannen, over het feit dat ze een vrouw is, over de scheppingsorde van de orthodoxe Nashville-verklaring. Hij is ontspannen en hij spreekt haar aan. Hij overtreedt de norm. En met dat overtreden begint er van alles te stromen en te bruisen. De boel komt in beweging. Ik pleit de laatste jaren heel erg graag voor zulke overtredingen, wetsovertredingen, regelovertredingen. Want ik zeg dan meestal, als je wetten overtreedt, als je dat niet doet, kom je niet tot verandering van wetten. Dan kom je niet tot afschaffing van de slavernij, dan kom je niet tot instelling van of openstelling van het huwelijk voor homoseksuelen. Maatschappelijke verandering begint meestal ermee dat iemand de wet of de norm overtreedt. En in dit geval is dat Jezus. Hoe kunt gij mij dat vragen, zegt de vrouw dus. Hoe haal je het in je hoofd? En dan wordt Jezus nog onbeleefder. Hij zegt, als je wist wie ik was, zou je mij te drinken hebben gevraagd en ik zou je levend water hebben gegeven. Dit gaat ook de dominees die ik erop nasla te ver. Een van hen zegt, als ik die vrouw was, zou ik zeggen, jongen, bekijk het lekker zelf. En dat, zegt de dominee, zou zelfs een heel gezonde reactie zijn als het een gewone ontmoeting was. Maar dat is het natuurlijk niet, het is geen ontmoeting, het is een verhaal. En het verhaal wil iets teweeg brengen. En dat doet het ook. Er gebeurt van alles. Zekerheden gaan schuiven. Grenzen worden overschreden. Er begint iets te stromen. Er begint iets te bruisen. Zij begint te bruisen. Jezus heeft haar al levend water gegeven. Nu klink ik geloof ik een beetje als een Amerikaanse televisieprediker. Maar het is zo. Het is niet stilstaand water uit de put. Het is geen roddel bij zo'n koffieapparaat over een vrouw die te veel mannen heeft gehad. Het is levend water uit de bron, namelijk emancipatie. Bevrijding uit de man-vrouw conventies. De dominees en ik zijn het eens. Er stroomt van alles in deze tekst. En het begint ermee dat Jezus de ramen opengooit en iets doet wat niet mag. En dit overtreden van norm, traditie, regel, conventie,
is natuurlijk meteen van toepassing op het lezen van zo'n Bijbeltekst zelf. Het gaat over interpretatie van geloofsregels. Het gaat om de vrije houding ten opzichte van een geloofsleer. Het gaat over vernieuwing, geloofsemancipatie, correctie op orthodoxie. Maar het is ook van toepassing op de openheid van een kerkgemeenschap en alle andere gemeenschappen. Is de groep waartoe je behoort, is dat een groep die is verzameld rondom de waterput, de dorpspomp? Om het nog moderner te zeggen, zit je opgesloten in het stilstaand water van een bubbel? Of kookt er iets, leeft het water? Emanciperen wij ons nog? Emancipeert u zich hier nog? En dan kan ik hier vanochtend natuurlijk komen pleiten voor acceptatie van transseksuelen en transgenders. Ik zag in aankondiging voor deze ochtend mijzelf aangekondigd als transcender. Dat beviel mij wel, enige transcendentie. Eigenlijk zo'n pleidooi lijkt mij hier niet zo nodig. In de strijd tussen die Nashville-ondertekenaars, de orthodoxie daarvan, en de transmensen aan de andere kant, wil ik graag de andere wang toekeren en mij afvragen wat het standpunt is van de Nashville-ondertekenaars. 2 weken geleden las ik in de NRC een verslag over de aanhang van dominee Stephen Anderson in Arizona. Stephen Anderson wil ook al de scheppingsorde handhaven. En wil daartoe homo's laten executeren. En hij verzoekt transseksuelen zichzelf dood te schieten. Verslaggever van de NRC was naar een bijeenkomst geweest rond van die predikant. En sprak daar de 34-jarige Jerry. En Jerry zei dat je de Bijbel inderdaad letterlijk moet nemen. En dan vooral als het gaat om het stenigen van homo's. Dat van die andere wang toekeren, daar werd nog even naar gevraagd. Maar dat wilde hij liever niet letterlijk nemen. Want daarvoor, zei hij, is de wereld te gevaarlijk. Je moet je verdedigen, zei hij. En daarom ook kwam hij gewapend naar de kerk. Nou vermoed ik eigenlijk dat u vanochtend niet gewapend bent gekomen. En ik heb mijn geweer ook achtergelaten in Buren. Ik dacht, ik waag het erop. Maar wij kunnen ons wel vrolijk maken over een vorm van orthodoxie die de Bijbel letterlijk neemt, althans gedeeltelijk. Maar je kunt ook anders kijken naar zo'n Jerry met zijn wapen in de kerk en naar die hele Nashville-verklaring. Waar is Jerry zo bang voor? Voor mij misschien. Ik ben transseksueel, dat wil zeggen dat ik ooit heel lang geleden in vrouwelijke gedaante ben geboren en daarna een behandeling heb ondergaan waardoor ik helemaal gemetamorfoseerd ben en inmiddels alweer zo lang als man leef dat ik zelfs bijna vergeten ben dat het ooit is gebeurd. Toch leef ik door zichtbaar als trans, seksueel transgender in deze maatschappij. En je kunt zeggen dat de Jerry's van deze wereld met hun geweer een bedreiging voor mij vormen. Zo zijn wij ook geneigd om de verhoudingen te zien. Zij bedreigen mij. En toch kom ik op deze zondagochtend ongewapend en tamelijk zorgeloos vanuit mijn bubbel in de Betuwe naar uw brave enclave. Terwijl daarbuiten Jerry bang is. Voor mij, voor homo's, voor u, omdat u de Bijbel niet serieus neemt. En misschien is Jerry zelfs bang voor de Jezus van Johannes 4. Dat kunnen wij ons aantrekken.
Het is al 2000 jaar sinds Jezus bij die waterput is begonnen over emancipatie. En nog steeds is Jerry bang. En dat is niet goed. En het is misschien onze nette hoogopgeleide schuld niet. Het is misschien uw nette hoogopgeleide schuld niet. Maar het geeft ook geen pas om ons op de borst te slaan over hoe verlicht wij wel niet zijn. En hoe geëmancipeerd wij zelf zijn geworden. Want eerlijk gezegd, zo'n klein klikje geëmancipeerden op zondagochtend rondom de dorpspomp, dat is een geringe triomf van het christendom. En hoe geëmancipeerd zijn wij eigenlijk zelf? In de krant schreef ik in die column naar aanleiding van de Nashville-verklaring dat juist de hoogopgeleide, witte, autochtone elite in mijn omgeving zich ongemakkelijk heeft gevoeld met mijn transitie. Juist de hoogopgeleide. En de NRC-lezers schreven daarna terug dat ik daar gelijk in had. Ze voelen zich inderdaad ongemakkelijk. Dat geeft niet, voor mij mag dat ongemak. Maar denk dan eerst eens na over je eigen ongemak voordat je tekeer gaat over een handvol steile dominees die de Nashville-verklaring tekenen. De vraag is dus hoe je water tot kolken brengt in je eigen groep. Wat is de norm die je moet overtreden in jezelf en welke grens moet je over om iets in beweging te zetten? Moeten vrijzinnigen in deze tijd regenboogvlaggen op hun kerk hangen? Mij lijkt dat eigenlijk niet zo heel erg bruisend. Al in 1986 is in deze kerk, in deze vrijzinnige gemeente, een homohuwelijk gesloten. En ik zou zeggen, daar is 30 jaar later de lol wel vanaf. Transseksuelen hebt u ook wel genoeg. Nou sta ik hier ook alweer. Dat is niet de hedendaagse emancipatieopdracht. De emancipatieopdracht op dit moment gaat veel meer om de omgang met andersdenkenden. Met degenen die zich bedreigd voelen. En hoe krijg je dat water aan het bruisen? Nou ben ik Jezus niet, ik ben geen prediker en ik ben zelfs niet kerkelijk en ik breng u dus vanochtend het levend water niet. Ik weet het niet, maar ik zoek het wel. En ik heb het gevoel dat ik dat levend water niet vind als ik rondom de koffieautomaat van de weldenkenden blijf hangen. Ik heb juist grote behoefte te horen wat Jerry zegt, die gewapend naar de kerk komt. Me af te vragen waarom hij bang voor mij is. Me af te vragen waarom Nederlandse dominees bezwaar tegen mij hebben. En misschien kan ik beter naar hun waterput gaan om het daar eens met ze over te hebben. En dat is wat mij in toenemende mate interesseert in de bijeenkomsten die ik afreis door Nederland over welk onderwerp dan ook. Wat doen wij hier met elkaar? En dat is de vraag van Johannes 4. Wat doen wij in dit gesprek? Beweegt hier wat? Gebeurt er nog wat? Ik wil graag afsluiten met een heel aards beeld wat u dan mee naar huis kunt nemen. Ik heb mij laten vertellen dat katten, poezen, huiskatten, zo graag in de putjes van de douche en in de putjes van het bad plassen, omdat ze op zoek zijn naar stromend water. En dat komt, heb ik me laten vertellen, doordat ze aan elkaar genetisch de culturele ervaring doorgeven van het plassen in de Nijl. En dat beeld is het beste wat ik u als herderlijke boodschap kan meegeven. Probeer u af en toe het stromende water van de Nijl te herinneren. Amen.